Het is een van de BN'ers met het hoogste aantal volgers op Instagram, de immer lachende Bas Smit, die bekend werd als de man van Nicolette van Dam. Hij speelt altijd mooi weer, maar houdt hij ook een geheim verborgen? Hij wordt er in de podcast Col de Inc. in elk geval van beschuldigd een deel van die volgerschade te hebben gekocht. Yvonne Col oud-juice koningin en tegenwoordig vooral podcastmaker, is geen grote fan van Bas. We hadden het natuurlijk vorige week over Bas Smit en hij is toch altijd zo heel erg bezig met hoe hij overkomt, begint ze tegen haar co-host Mark Koster, een bekende mediajournalist. Mark, ja, nu ook weer met dat feestje in Amsterdam. Grote interviews, ook in de Telegraaf, van, oh, we zijn zo vrolijk. Ik vind die Nicolette helemaal niet zo vrolijk. Die klaagt de hele tijd. Een koekje was in de koffie gevallen, en dan moet ik zo'n koekje uit het zwembad eten. En dan denk ik van, mens, waar maak jij het druk om? First world problems. De focus van Yvonne ligt meer op hem. Ik denk dat zij dat niet doorheeft, zegt ze. Maar wat me was opgevallen, dus, hij ging live en toen had hij maar 3000 kijkers. Bas kwam op Instagram met een live verslag van een of ander spel. Ik volgde hem dus met mijn speak account en ik kreeg zelfs een melding, Bas Smit is nu live. Hij heeft volgens mij 900.000 volgers, dus ik dacht van, HUH? Vreemd. Ik bleef nog even hangen. Ik dacht, nou, misschien zijn ze net begonnen of zo, maar het bleef op 3000 hangen. Mark vindt dit heel merkwaardig. Maar nou de vraag dan, wat zegt dit? Gekochte accounts of vinden mensen het allemaal niet zo boeiend? Yvonne, ja, dus wat ik dan denk is, oké, okay, over autoriteit gesproken. 850.000 volgers. Daarmee denk je wel dat iemand autoriteit heeft op een bepaald gebied. Dus kun je dat ook faken door gewoon je volgers te kopen? Kun je autoriteit gewoon kopen? Mark, tuurlijk kun je autoriteit kopen. Maar heeft hij dat gedaan? Yvonne, hij heeft dat sowieso gedaan. Zelfs met gekochte volgers is het raar, vindt Yvonne. Maar dan nog, stel, oké, okay, van die 900.000 of 850.000. Hoeveel zouden er dan nep zijn? In het allerergste geval de helft of zo, dan heb je toch nog steeds niet 3000? Echt niemand heeft dat. Mark, jij zegt eigenlijk dat hij een lege huls aan het worden is. Yvonne, dat is jouw conclusie, maar ik vroeg me gewoon af. Ik zit te denken over die autoriteit. Mark, maar heeft hij dat dan wel of niet met deze 3000? Er is duidelijk weinig engagement, denkt Yvonne. Het is niet gewoon het aantal volgers wat je hebt, maar er moet toch ook wel iets onderdoor gebeuren, want anders, als het nep is, is het toch niks. Mark, ik weet zeker dat hij razend wordt als hij dit weer hoort. Yvonne, weet je wat het grappige is online? Als jij dus heel veel volgers hebt, maar niemand kijkt, dat boeit dus niet voor een merk. Zij weten dat niet. Hij leeft van branddeals, hè? Daarom heeft hij geen eigen webshop, zit ik nu te denken, want een eigen webshop werkt alleen als je ook echt volgers hebt die iets kopen.